Goeiedag, mijn naam is Jan Pijnakker. Zou ik een enkele vraag mogen stellen over Decathlon? Ja, natuurlijk. Wat is uw naam? Petra Ravensbergen. Ja, en hoe oud bent u? Ik ben 45 jaar. 45 jaar, en wat doet u voor beroep als ik vragen mag? Ik ben verkoper op een bedrijf wat vinyl verkoopt. En uw thuissituatie? Ik ben getrouwd en ik heb 2 kinderen. 2 kinderen, top. Ik ga eerst u eerst vertellen over waarom en wie ik ben. Daarna ga ik het onderwerp van het interview, waarom doen we dit. Ja. Dan ga ik u een paar algemene vragen stellen en dan ga ik u nu nog een paar lastige vragen stellen misschien wel. Okay. Mijn naam is Jan Pijnakker, voor de tweede keer. Ik ben 17 jaar oud. Ik doe de opleiding Commerciële Economie aan de Hogeschool van Amsterdam. Ik ben eerstejaars student. Wij werken aan de komende periode, dus een paar weken, werken we aan een marktonderzoek over Decathlon. Ja. Wij verwerken deze informatie later in een rapport. En wat Decathlon eigenlijk wil, is een imago-onderzoek dat wij moeten doen. Wij moeten in de 10 à 20 minuten zone van Decathlon en dan specifiek Amsterdam Zuidoost, de vestiging, ja, moeten wij onderzoeken wat is het imago, wat is de bekendheid, naamsbekendheid, alles rondom Decathlon. Ja. Aan de hand van enkele vragen proberen wij hier een beter beeld van te krijgen, Decathlon vooral dan. Ik ga u eerst nu een paar enkele vragen stellen over uzelf. Waar koopt u sportkleding vooral? Koopt u vooral in fysieke winkels of meer in de webshops? Afhankelijk van de tijd. Over het algemeen vind ik het voordeel van een winkel dat je kan passen, je kan merken wat je koopt. Dus je hebt op dat moment gewoon meteen het gevoel bij de spullen die je koopt. En soms is het tijdsnood dat we gewoon de webshop pakken. Ja. Maar dan is het wel de webshop van de winkels waar je komt. Ja. En ja, welke winkels komt u dan vooral als ik dan gelijk vraag? Sowieso de Decathlon. Ja. Dat is een zeer groot bedrijf waar we toch wel ook al een paar keer langs gaan. Top. Intersport. En Sport 2000. Sport 2000, ja, dat zijn winkels. Hoe vaak komt u eigenlijk dan bij de Decathlon? Komt u eigenlijk wel eens bij de Decathlon in de arena, vlakbij de arena? Ja, bij de arena wel. Meestal combineren we dat met een dagje even naar de meubelboulevard, ja, Mediamarkt. Dat vindt de man leuk, ja, dus dat scheelt. En dan kunnen we meteen naar de Decathlon. Maar ik denk dat dat 1 keer per kwartaal is. Dus ja. Meestal een beetje wanneer de kinderen weer uit de schoenen zijn gegroeid, ja, gaan we daar dan even kijken. Oké, top. En hoe bent u eigenlijk bekend geworden met Decathlon Arena? Was u toevallig in de buurt of via de... Ja, wel toevallig in de buurt. Eigenlijk gewoon, we liepen op het plein richting de Mediamarkt en toen zagen we de Decathlon. Daar zelf nooit verder wat over gezien of gehoord op dat moment. Nee. Ja, en dan kom je binnen en dan denk je, oh, dat bestaat ook. Ja, en dan, kom je dan echt voor jezelf of kom je ook voor je kinderen? Voor de kinderen sowieso ook, maar ook voor onszelf wel. Sport je zelf ook? Ja, hardlopen doen we sinds kort. Oh, top. Mijn man en ik samen, dus dat gaat hartstikke goed. En dan kan je daar gewoon perfect shoppen, te zeggen. En hoe vaak sport je dan ongeveer? 2 keer in de week. Probeer ik. Nee, dus je kent de vestiging Arena, ik was in de buurt dus. Dus je kent niet het woord Decathlon ken je nog niet van. Bijvoorbeeld hebben we hier een logo staan. Als je aan de Decathlon zit en het logo kijkt, ken je dan wel gelijk? Herken je het gelijk? Ik herken het nu dat ik de winkel ja. En wat, maar als je het me een jaar geleden of 2 jaar geleden had laten zien, had ik geen toevallig in de buurt dus. Okay. En wat denkt u dan als u dit logo ziet? Hebt u dan een positief gevoel? Positief gevoel. Strak. Ja. Geen poespas. Dat is wel heel belangrijk. Dus gewoon eenvoud. Eenvoud, toch genoeg. Oké. En als we dan wat dieper op ingaan. Je bent ook al meerdere malen bij Decathlon in Amsterdam. Ja. Wat vindt u van het assortiment onder andere? Is het volgens u breed genoeg? Er is genoeg keus in allerlei sporten.
Misschien dat ze met sommige dingen wat dieper zouden kunnen gaan. Bijvoorbeeld op met, ja, als je bijvoorbeeld even over hardlopen schoenen hebt, dan zouden ze bijvoorbeeld het aanmeten van mensen, ja, die dan toch hardloopschoenen met wat meer steun moeten hebben. Die hebben een, daar zou je wel wat meer problemen mee hebben. Ja. Op het moment dat je weet wat je nodig hebt, zou je daar wel prima kunnen slagen. Maar dan zal je al eerder bij een specialistische zaak zijn geweest. Dus, ja, dus in principe is er genoeg keus. Dus genoeg keus. En de diepte, ja, dat kan nog... Dat zou nog breder kunnen. Zij kunnen denk ik nog meer service leveren. Als zij dat soort service erbij gaan geven als voetmetingen. Ja, oké. Okay. En dan, ja, onder andere ook de klantvriendelijkheid als je daar binnenkomt. Is dat positief? Of vindt u dat genoeg is? Nou, ja, zeker weten. Positief. Mensen komen ook vragen of ze kunnen helpen. Er loopt veel personeel. Ja. Zijn duidelijk herkenbaar. Dat is ook altijd wel fijn. Dus ja, dat gebied goed. En kennis over van als je... Ja, en zodra je iemand aanspreekt en heb ik het idee dat ze toch wel allemaal een eigen branche hebben, dan halen ze een collega erbij die van die afdeling is, om het maar zo te zeggen. Ja, en als je daar komt, ik ook dan hebben we kinderen die sporten. Ja. Mijn dochtertje doet turnen, selectieturnen. En mijn zoontje die grint. Ja, oké. Okay. En dan koop je ook voor producten voor je kinderen dus. Ja. De beschikbaarheid, altijd genoeg beschikbaarheid als u ergens naar zoekt. Zoekt u ook vooraf als u naar de Decathlon gaat? Nee, meestal niet vooraf, want ik heb tot zoiets van, nou ik zie het wel, ze zullen vast wel wat hebben. Ja. Soms als je dan echt per direct wat nodig hebt, dan wil ik online nog wel eens even gaan zoeken, maar... En je slaagt meestal wel bij de Decathlon. Ja, absoluut wel. Ik bedoel, is het niet het ene, dan hebben ze altijd wel een alternatief wat net zo goed is. Dus altijd voldoende. Ja. Heeft u wel eens via de webshop van Decathlon besteld? Ja, heb ik ook gedaan. En dat gaat hartstikke goed. Ja, levertijd goed. Ja, prima. Ik bedoel, netjes de mail, bevestigingen. Dus dat gaat goed. En je komt dus per kwartaal ongeveer bij de Decathlon Arena. Ja. En als je dan de winkel binnenkomt... Welk gevoel werkt er bij u op? De uitstraling? Groot, ruime paden. Ja. Overzichtelijk per sport ingedeeld. Dat is wel fijn dat je niet eerst in elk pad moet gaan zoeken naar wat je nodig hebt. Want het is per sport toch wel gerangschikt. Ja, oké. Okay. Dan heb ik nog enkele vragen ook over de marketing van Decathlon zelf. Media... Vindt u dat, komt u vaak Decathlon tegen, onder andere op websites of Google? Eigenlijk nooit. Nooit? Nee, het is eigenlijk bij toeval dat ik het gezien heb. Ja. Je ziet ze niet in het nieuws, je ziet ze niet bij banners van op websites waar je komt van kijk ook hier. Maar nee, je krijgt ze eigenlijk niet veel naar voren. Dus dat zouden ze beter kunnen doen. Dat kunnen ze echt beter doen. Ja. En dan dus weer niet genoeg reclame maakt eigenlijk. Nee. Je komt ook bij andere zaken, de Intersport en Sport 2000 onder andere. Ja, koopt u daar ook de producten? Soms. Ja, dat je dan denkt van, oh dat is leuk, dan nemen we mee. Okay. Maar niet dat ik zeg, nou ik ga daar heel specifiek over naar binnen. Dus geen speciale reden om Decathlon links te laten liggen? Nee, zeker niet. Oké, dat is een goed punt. Zou u eigenlijk Decathlon Arena aanbevelen bij mensen? Ja, zeker weten. Ja. Ook vrienden van ons hebben een dochter met paardrijden. Die doet aan paardrijden. Waarvan ik ook duidelijk heb gezegd, ze hebben daar echt heel veel paardrijspullen. En, ik kwam heel enthousiast terug. Dus ik zei, ik beveel het zeker aan. Okay. En ook qua prijs. Ik bedoel, het is ook leuk om te winkelen. De afstand waar u woont, want u woont in? Amstelveen. Amstelveen woont u ook in. Dat is dan redelijk dicht in de buurt. Geen belemmering qua parkeren of bereikbaarheid? Nee, zeker niet. Je stapt in de auto en er is eigenlijk altijd parkeerplek bij de arena. Ja. Dus dat gaat goed. Ja, ik ga liever daarheen dan naar de binnenstad. Ja, dat is logisch. En de prijs-kwaliteitsverhouding, als we dan over Decathlon, vindt u dat? Goed. Ja, over het algemeen zijn de prijzen soms zelfs nog scherper dan bij andere bedrijven. Als ik het vergelijk met een Intersport, dan heb ik toch wel het idee dat ik daar toch iets meer voor de naam betaal. Ja. Terwijl ik hetzelfde product bij de Decathlon toch goedkoper soms kan krijgen.
Dus de prijskwaliteit, ja, fantastisch. En de Decathlon vindt u zeer betrouwbaar als ja, zaak? Ja, absoluut. Klantgericht, vindt u? Ja. Is het mee eens? Of? Ja, ben ik het wel mee eens. Ja. Zeker wel. En ouderwets traditioneel? Ja, of nou eigenlijk ouderwets is. Nee, ze zijn wel gewoon, ze gaan wel met haar tijd mee. Hoor. Ja, nee, dan is goed te weten. Hoeveel, als ik vraag me hoeveel, wat besteedt u ongeveer per jaar uit aan aan de sportleer, je bent natuurlijk met een gezin. Nou, dat ligt dan denk ik een beetje voor, meer in, ik denk toch wel gauw zo'n 200-300 euro, zeker wel. Ja. En dan zou het misschien nog wel meer kunnen zijn als ze in de sport van mijn dochter hun assortiment meer zouden uitbreiden. En de dochter de turn, als ik het goed kan herinneren. Ja. Dus daar bent u nu helemaal tevreden over? Nee, ze hebben daar bijvoorbeeld wel een turnpakje met dat tulle eraan. Nou, daar is mijn dochter met 12 jaar wel uitgegroeid. Dat is meer een balletpakje. Mm. Dus daar zouden ze wel wat meer in kunnen doen. En, net wat breder, wat meer pakjes, de turnleertjes wat meer. Oké, en dan als u daar gaat winkelen, heeft u nooit probleem met bijvoorbeeld met genoeg kassen, als of genoeg pashoekjes, of hebt u daar nog enkele punten op? Nou, het is daar altijd vrij druk. Ja. Ze is niet de enige die daarheen gaan, gelukkig. Ze kunnen wel betere, meer ruimtes maken om te passen. Dat is, je staat redelijk lang te wachten voordat je kan passen. En als je dan een hokje hebt, dan wat mensen dan doen is, ze blijven in het hokje staan met haar spullen. Ja. En dan is pa nog even aan het shoppen en dan sluit pa in het hokje aan. Ja, dat is... Dan sta je hier, als je staat te wachten, is dat heel vervelend. Ja. Dat is het, lijkt me logisch. Dus ja, ik bedoel... Daar kunnen we zeker ook wat mee als we onder andere deze... Dus u zegt vooral als verbeterpunt, zegt u vooral... de turnafdeling kan er zeker nog aangewerkt worden. De pashokjes, hebben we onder andere al gehoord. Ja. Reclame. Ja, daar kunnen ze echt wel wat mee winnen, denk ik. Ja, en komt er ook vooral korting af? Dat is echt van, bij Decathlon, hebben ze aanbiedingen of kortingen of... Nee, want meestal ga ik op de aanbiedingen af als je bijvoorbeeld in de mail een nieuwsbrief krijgt. Ja. Maar daar heb je niet op neer op aangewezen van deze. Nee, dat, daar heb ik zoiets van, ik heb wat nodig, dus ik ga kijken. Nee, dat is, dat begrijp ik. Dus u zegt, klantvriendelijkheid is goed, ja, kennis is ook top. Ja. Beschikbaarheid van producten is tot nu toe geen problemen mee gehad. Nee. Dat is ook super om te horen. Kortingen, kom je niet echt op af bij Decathlon. De prijs vindt u ook normaal. Prijs-kwaliteitsverhouding. Levertijd, u heeft wel eens een keer online besteld. Ook nooit problemen mee gehad. Nee. Dus goed om te horen. Wat zou u eigenlijk voor rapportcijfer als je de Decathlon mag geven? Het is op schaal van 1 tot 10, dus... Ik denk dan toch wel gauw qua keuze en het assortiment en de prijs en de kwaliteit en de service, denk ik toch wel gauw naar een 7,5-8. 7,5-8, oké. Ja, absoluut. En dan vooral die punten die we net hebben gezegd, dat kan vooral beter. Ja, kijk, weet je, dat ze niet zoveel reclame maken, dat maakt mij niet uit, ik ken ze. Nee. Laat ik het dan maar zo zeggen, dat is meer, voor jullie is dat nu wel belangrijk. Ja, de pashoekjes. Ja, de pashoekjes. Maar ja, daarentegen heb ik ook wel eens alles ingeladen en thuis gepast en daarna teruggebracht. Ik bedoel, zo kan het ook. Ja, dus... ik denk dat ik wel over de Decathlon genoeg te weten ben gekomen. Ik wil nog een paar vragen stellen of een toestemming aanvragen. Deze interview, die nemen we op, zoals je hebt kunnen zien. Die gaan we gebruiken voor mijn... school, de Hogeschool van Amsterdam, voor mijn opleiding, de commerciële economie. En dit interview gaat de leraar beoordelen. Wij gaan deze resultaten verwerken in een rapport die we over ongeveer 2 weken moeten inleveren. Dan gaan we werken, de 10 beste gaan, uit mijn hoofd, mijn 10 beste gaan naar Decathlon. En die gaan er zeker mee wat doen. Ik ga uw punten noteren, ik ga dat verwerken. Ik ga al uw punten natuurlijk noteren, maar de belangrijkste verbeterpunten zijn misschien wel de belangrijkste om te weten. Heb ik uw toestemming om dit onder andere online te zetten en te beoordelen? Ja, geen probleem. Dan wil ik u hartstikke bedanken voor dit interview. Graag gedaan. Hartstikke bedankt. En heel veel succes ermee. Dankjewel. Alsjeblieft.